Nee. Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb een heel mooi out of bed look vandaag. Zal ook niet veel aan veranderen. Ik heb gewoon zwangerschaps issues. Maar dat is zo. En daar kun je niks aan doen. Dat is gewoon uitzitten. En Jordi heeft al zijn fruitje gehad. Ja! Je hebt je fruitje ook al gehad, hè? Ja! Ik heb een vrolijk kindje vandaag. En het is vandaag natuurlijk Valentijn. En dit is mijn mooiste Valentijn tot nu toe. Er komt natuurlijk nog eentje aan. Dan zijn jullie samen de mooiste Valentijntjes. Ja! Hij heeft vannacht goed doorgeslapen. Ik heb niet goed doorgeslapen. Ik ben verschillende keren wakker geweest. Maar dat is niet erg. Het is gewoon uitzitten. En hier is er nog steeds eentje verkouden. Ik ook nog. Maar ik heb wel het idee dat bij mij iets aan het verbeteren is. Dus dat bij hem ook trouwens. Maar bij mij ook. En ja. Hè? En had je straks gespeeld, hè? En daar gaan jullie nu een clipje van zien, want hij zat helemaal in zijn eigen wereld. Hij zat echt zo mooi in zijn eigen wereldje. Ik vond dat zo grappig om te zien. Ook gewoon niet naar mij kijken of zoeken of zo. Ik denk, nou, ik denk met mijn eigen van, ik vind het wel helemaal geweldig. Dus ik denk dat het even filmen. En dat vind ik zo lekker als hij zo heerlijk aan het spelen is. Gewoon lekker in zijn eigen wereldje. Daar kan ik dan weer heel erg van genieten. Ja, want daar hebben we geen tv'tje voor nodig, jij jongen. Mwah. Jij staan. Hi. Heb je lekker geslapen? Hallo. Abu. Heb je lekker geslapen? Mama, laat ik je bed verschonen. Allemaal snot. Nou, ik heb ook even een uurtje geslapen. En Jordi is inmiddels wakker. En dan ga ik hem uit bed halen. En dan gaan we zo soepje eten. Inmiddels heeft Jordi gegeten. Wij gaan zo eten. We doen lekker een pizzatje in de oven. En Jordi heeft last van buikpijn. En is nou een beetje met papa aan het spelen. Papa, trek je broek omhoog. Nou gaat hij met papa spelen, maar hij is een beetje chagrijnig. Dus hij moet een beetje papa tijd hebben. Nou, dat dus. Ik stop nu ook even met filmen, want ik vind daar gewoon echt sneu garen. Het is ook de afspraak tussen mij en Niels dat we dan ook niet filmen. Een hele goede morgen. Gisteravond heeft Jordi na het spelen met Niels
zijn flesje gekregen en alles. En is hij lekker naar bed gegaan om te slapen. En wel wat met horten en stoten, maar hij is uiteindelijk goed in slaap gevallen. En nu is hij weer lekker aan het spelen en aan het acrobaten. Hij is de hele tijd aan het staan ook. En hij was ook al heel vroeg wakker. En dat is niet erg. Als hij vroeg wakker is, is het niet erg. Maar hij kan het altijd zo slecht volhouden. Dus ik heb daar een chagrijnig in, denk ik. Maar ja, daar wachten we maar gewoon af. Tot nu toe had net zijn fles, straks had hij zijn fles gehad. En toen was hij wel iets of was chagrijnig. En had hij zoiets van, ik ga slapen. Maar ik heb dat tegengehouden. Omdat ik zoiets heb van, ja, anders dan gaat je ritme er weer helemaal aan. En daar heb ik niet zoveel behoefte aan, om heel eerlijk in te zijn. Maar goed, het zij zo. Ik heb al een wasje die aanstaat. En ik ben hier beneden gewoon wat aan het rommelen en aan het doen. En ja, laat de zaterdag maar weer beginnen. Niels ligt nog even in zijn bedje. Want hij had vanochtend Jordi gedaan. Dus ik zei van, ga maar even terug naar je bed. En dan doe ik het wel heel even verder. En als hij straks wakker is, dan dan doet hij mij ook helpen. Ja, voor nu ga ik gewoon lekker even verder. En Niels was van de week nog wel bezorgd dat hij dit soort dingen niet deed. Ik zeg, maak jij geen zorgen hoor. Ik zei, dat doet hij echt wel. Laten we op ontdekking gaan. Heel de ochtend bezig. Ben je goed? Ja. Kijk uit, hè. Ja, moet uitkijken, hè. Niet vallen, hè. Vroeg wakker worden. Spelen. Daarna het tabletje kijken. En toen was hij op. Ons dure celbatterijtje. Nou, lekker flesje doen. En lekker naar bed. En deze mama gaat even ook op één oor. Inmiddels hebben Jordi en ik ons middagdutje gedaan. Niels die had nog trek, ik ook. Dus ik heb lekker gebakken eitje gemaakt. En Jordi zit lekker aan zijn soepie. We zitten ze lekker samen op de bank. Ben je lekker aan het knuffelen met de kussen? Ja, heerlijk. Lekker schoon. Jordi ligt net op bed. Hij is nog wakker. Hij heeft zijn flesje lekker op. Wij zijn ook moe. Ja. We gaan eigenlijk nog heel eventjes wat dingetjes opruimen en stofzuigen dweilen. En dan houden we het ook voor gezien, denk ik. Nou, even voetbal kijken. Voor de mensen die het niet weten, Niels is voor PSV. En mij boeit heel naar voetbal nu. Oh, ik dacht dat jij hartstikke leuk vond voetbal. Ik heb jou zelfs wel eens in een stadion zien voetbal kijken. Ja, dat heb ik voor jou gedaan. Ben ik met jou mee geweest. Niet goed. Verder gaat wel. Ga je mij ook mee? Waarheen? Naar de Formule 1. Ben gek. Dat doe jij, dat hoef ik niet te doen. Oké. Okay. Nou, je hoort het wel. Weinig animo hier. Ja. Ja. Nou, wij gaan eens even afwachten wat Jordi gaat doen. Zoals je hoort. Ik weet niet of je het hoort. Maar hij is druk bezig in ieder geval. Ik denk dat hij nou in zijn bed staat. Dus dan gaan we daar even kijken. Ja.
En ik ga nog heel eventjes hier aan de gang. Mm-hmm. Dus. Dat dus. Nou, ik denk dat jullie dit al horen. Jordi is het met me eens. Jij gaat daar ook even mee helpen. Ja. Top. Een hele goede morgen. Gisteravond is meneertje aan het klooien geweest. Uiteindelijk heeft Niels hem in slaap gekregen. En hebben wij bankzaken en beleggingen gedaan daarna. Hé jongen? En hebben we hier nog even gepoetst. Dus alles is weer netjes. En nou is hier met papa aan het klooien. Papa heeft voetbal aanstaan. Dat vindt Jordi altijd heel interessant om te zien. Wat hij er precies van meekrijgt weet ik niet, maar... Ja. Ik denk dat het groene scherm is wat ik leuk vind. Oh, dat kan goed. Heeft hij al vanaf jongs af aan, hè? Mm-hmm. En nou is hij bij papa aan het spelen. En papa is met hem op de bank van de bank af. Op de bank van de bank af. Is hij aan het oefenen. Hé, Jordi? Ja? Moet je met de beentje omhoog, Niels. Goed zo. Oh, bij papa. Dus ja, dat is onze zondagochtend. Uh-huh. Lekker met papa knuffelen en kroelen, hè? Ja. Heeft mama ook even een momentje rust. Inmiddels heeft Jordi zijn middagdutje gedaan. Hij wou eigenlijk niet slapen. En uiteindelijk is hij toch gaan slapen. En nou is hij weer wakker. Hallo. Ja? Hallo. Hallo. Kleine snottenkoning. Mama, je uit bed halen. Ja? Geef mama een handje. Ja? En een ander handje. En dan ga je staan. 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 Goed zo. Kun je vasthouden? Goed zo. Goed zo. Mama, je pakken? 1. Twee. Ja! Jippie! Wat heb je toch voor een rode vlek op je voorhoofd? Heb je erop gelegen of zo? Nou, wij gaan naar beneden toe. We zijn weer terug en uitgewaaid. We moesten even naar de winkel toe. En Jordi ligt nu even lekker te spelen. Krijgt zo dadelijk zijn eten. Niels die heeft chocola gevonden. Niet verstoppen, hè? Chocola gevonden. Ja. Af en toe. Echt. Je zou zeggen, ik ben hier de vrouw, maar hij eet meest chocola. Maar ja, hè? Wij eten straks als Jordi op bed ligt. Want... Als het er nu moet gaan koken, dan wordt het allemaal heel laat. Want Jordi sliep ook vanmiddag niet zo goed. Dus ja, eten wij wel later. Dus dan is de zondag alweer bijna voorbij voor ons. Maar goed. Morgen ben ik alweer 37 weken. En dan ja, gaan we afwachten. Ja, hebben we controle bij de gynaecoloog. Niels is nu Jordi lekker in de douche aan het doen. En dat was het een hele hoop geschreeuw. Dus ik denk dat Niels Jordi's haar aan het wassen was. Want ja, dat vindt hij nou eenmaal niet zo jovel. Maar zoals ik al eerder zei, morgen ben ik 37 weken zwanger. En ja,
Ik laat niet heel veel mijn buik zien hoor. Maar ik zal nu heel eventjes mijn buik laten zien. Mijn buik ziet er op dit moment zo uit. En ja, hoe moet ik er verder van maken? Ja, het is een buik. Dus ja. Hij groeit goed. Ik ben echt dikker als bij Jordi wat dat betreft. Ik ben echt... wat dat betreft... ja. Maar dit is eigenlijk nu mijn buik. Zoals hij er nu uitziet. Ik word door Niels niet voor niks nu ook pinguïn genoemd. Want ja, het lopen, ik waggel voor het. Dus ik moet voor het waggelen. Om een beetje fatsoenlijk naar vooruit te komen. Maar ja, zover is het nu. Morgen hebben we dan controle bij de gynaecoloog. Door die gastric bypass heb ik gewoon echt veel last van mijn maag. En ik heb gewoon heel veel mankementen wat dat betreft nu. Zoals mezelf onderpiezen, dat soort dingen allemaal. Daar wordt normaal nooit over gesproken. Maar ja, ik kan heel vaak mijn plas niet ophouden. Dus ja, dat is nou eenmaal zo. Dus ik moet zorgen dat ik op tijd naar de wc ga. En ja, en beweeg verder gewoon goed zover ik het kan voelen. En ja, voor de rest gaan we het morgen wel weer zien. Dus dadelijk heel even meehelpen Jordi afdrogen en insmeren en de pyjama alvast aandoen. En dan is het weer bijna tijd voor het manneke om lekker naar bedje toe te gaan. Vanmiddag wou hij bijna niet slapen. Maar ja, we gaan gewoon kijken hoe het loopt. Vind ik ook. Ja. Dan krijg ik hem wel. Dan krijg ik wel die dikke kus van jou. Als ik maar... Ja joh, aandacht bij mama houden. En daar gaan we. Spekbeetjes. Nou. Oh, hulk.
bent de hulk. Jordi is nog een tijdje in zijn bedje rondgespookt. Maar om een uur of 9:15 toen begon het te zeuren. En toen heb ik hem even uit gehaald en in slaap gewiegd. Ja. En tot die tijd heeft hij lekker geslapen. Dan begint hij te tetteren. Ja. Te zeuren. Ja, en op het moment dat hij dat gaat doen, dan weet je van hij is nu zo moe dat hij zo in slaap valt. Ja. Dus ja, hij slaapt nu. En wij gaan ze ook lekker naar bed. En we gaan bij deze ook deze ups en down afsluiten. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Welterusten alvast.